Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Voor ons na beurs liet de Federal Reserve Bank weer meekijken met de Natule. En daaruit bleek dat voor 2022 maar liefst 7 rentestappen gepland staan... en in 2023 nog eens 3 tot 4. De havikken binnen het gezelschap willen zelfs stappen van een half procent... om de torenhoge inflatie in te dammen. Zoals eerder aangegeven wil men ook van start gaan met het kleine maken van de balans... De stevige toon vanuit de Federal Reserve Bank en het besef dat vrede nog ver weg is in Oekraïne deed de koersen wegzakken, met name bij de technologie aandelen. Uiteindelijk sloot de Nasdaq 2,2% lager en leverde de Dow Jones en S&P 500 respectievelijk 0,4 en 1% in. Samsung liet weten de operationele winst over het eerste kwartaal met 50% te hebben zien aantrekken, toch viel het aandeel wat terug. In Hongkong blijven de e-commerce bedrijven het zwaar hebben met de aantrekkende rente en aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China. Zorgen over de impact van de lockdowns in China op de productie- en transportcapaciteit nemen eveneens toe. De Nikkei en Kospi-index leverden rond de 1,5% in, de Chinese beursen sloten 1% lager. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een redelijk onveranderde opening. De inflatie in Nederland heeft met plus 9,7% het hoogste niveau sinds 46 jaar bereikt. Niet verrassend waren de sterk opgelopen energiekosten een belangrijk onderdeel van de stijging. Het zal de interesse voor de notulen later vandaag van de ECB alleen maar groter maken. En Shell laat weten dat het vertrek uit Rusland niet alleen 4 tot 5 miljard dollar zal kosten, maar tevens een impact zal hebben op het werkkapitaal. Op de agenda vandaag hebben we onder andere detailhandelsverkopen verkopen vanuit de eurozone, de notulen van de ECB en belangrijk steunaanvragen uit de VS. Bij de analisten krijgt British Petroleum diverse koopaanbevelingen. Ook Shell krijgt diverse koopaanbevelingen. En Jefferies zet AB InBev op kopen met een koersdoel van 68. Barclays zet Unilever op houden, koersdoel 48. En UBS zet Unilever op verkopen met een koersdoel van 40,75 euro. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.